Hoi allemaal! Hoi! Vandaag gaan we twee nieuwe LOL surpriseballen openmaken. Deze hebben we gekocht via www.bol.com, maar op dit moment zijn ze uitverkocht. Ik heb ook tips gekregen van kijkers die zeggen dat ze bij Intertoys te koop zijn. Maar dan niet bij alle Intertoys winkels, dus dan zou je het gewoon even moeten proberen. Gisteren heb ik twee ballen opengemaakt met jouw zusje. Mijn dochter van 11. Zusje? Nou ja, je grote zus. En deze keer weer met mijn kleine meid van 6. En ik ben heel benieuwd, waar hoop je op? Ik hoop op Kitty Queen, Kicks. Wacht even hoor, pak de kaart er even bij. Kitty Queen. Kicks. Genie. Sugar, Splash Queen. Wacht even hoor, Genie, ja, Sugar. Ja, en Splash Queen. Splash Queen, dat is een soort zeemermin. Maar ze zijn allemaal heel leuk, ja. Nog even de andere laten zien. Deze hebben we gisteren uitgepakt. Yeah. Curious Cutie en Hops. En jouw zus hoopt op Snow Angel. Ja, omdat die oorwarm zo leuk is. Ik hoop op It's Baby. Ja. Of is het IT Baby? It's Baby volgens mij, want dat heb ik volgens mij video's gehoord. Nou, deze zijn... En ik weet hoe je dat uitspreekt. Hoe dan? Fenneme. We gaan beginnen met het eerste laagje. Hier. En ik kreeg ook veel vragen van kijkers. Van ga je blijfjes openmaken? Want iedereen vindt het heel leuk. Althans, veel kijkers vinden dit leuk. En wij ook. Dus dat is een win-win situatie. Maar ik ga niet meer proberen om deze verzameling compleet te krijgen. Want dat gaat gewoon echt niet lukken. Maar we hebben de oude heel... Bijna, hè? Ja. Maar goed, elk nieuw poppetje erbij is meegenomen, want jullie spelen er heel veel mee. En ik vind het ook heel leuk hoor. Oh, daar. Oh, wacht even buiten beeld, zodat ik het kan bedekken. Zo. Moet ik het zo doen. Ken je deze al? Ja. Jij kent hem al? Ja. Dat was een deur die dicht ging. Nou, laat de kijkers ook maar even raden. Ik zie een soort emoji met een hoofdje met een thermometer, dus die is ziek. Mag ik het zeggen? En een muziekinstrument. Zeg maar. Sick beat. Een sick beat. Dat betekent waarschijnlijk een hele goede beat. Zo'n drumritme. Maar op welk poppetje zou het slaan? Lakje. We hebben het nog niet gehad, dit stickertje, dus dan is het wel weer een nieuw poppetje. Ja, misschien ook niet, want sommige poppetjes hebben hetzelfde hint. Kijk, deze krijg ik niet open. Ik heb wel een schaar bij de hand. Ik kan er net bij. Ik vind het toch wel leuker om onze ritssluiting open te maken. Daar gaat hij. Genie! En volgens mij trek ik de kleine stickertjes eraf. Zijn daar, ze gevallen? Ze zitten erin. Ze zitten erin? Kijk, daar. Ah ja. Nou, die kennen we inmiddels, hè? Ja. Die gaan aan de kant. Gaan we een fles? Kijk. Waar staat het? Ja, Genie, let me out. Let me out. Ja. Oh, het is een groene bal. Dat is een groene bal. Dat is een nieuwe kleur. Nieuwe kleurbal. Oh. Ja, het is in ieder geval een nieuw poppetje. Het is echt heel spannend. De beker voelt duidelijk. Duidelijk? Duidelijk. Vierkant. Ja. Welke kan ik doen? En de kleur is... Welke kleur? Ik weet het. Je mag het niet zeggen. Een gouden deksel. Oh nee, lepper. Weet je het niet? Oh, jawel. Een gouden deksel. Jammer, het was wel goed geweest bij een gouden bal. En een roze beker. Deze bal. Deze bal even aan de kant. Mijn dochter is helemaal aan het stuiteren. Van, waarom ben je zo blij? Je hebt een idee welk poppetje erin zit. Ja. En je bent er blij mee. Ja. Is het poppetje dat je graag wilde hebben? Ja. Ik zit echt te hopen. Heel leuk. Sleep dat op. Oké. Is het een beetje lastig?
Ik heb het schaartje nu toch bij de hand. Dit zijn de schoentjes. Het zijn geen kleine schoentjes, maar volgens mij ook geen laarsjes. Oh. Met een strikje. Is dat er links en rechts onder? Ja, dit is links, dit is rechts. Weet je het nu? Ik weet niet of ze die schoenen heeft. Oké, okay, gaan we snel. Gaan we snel verder. Nog maar één laagje. Ja, dat was één. Iedere keer, was gisteren ook, dan zie je als laatste zie ik dit poppetje aan Waiting Darling. Dan denk ik, ja, kom dan. Zou dat niet kunnen? Wat? Zij heeft zwarte schoentjes. Ja, maar ze heeft niet zo'n kleur. Lesje. Ja. Maar ik zou je zeggen, dat is er wel een die op de verpakking zat. Oh. En aangezien jij heel blij bent, dan denk ik, tenminste dat hoop ik voor jou. Dat het waar is, toch? Nu weet het, hè? Oh nee. Het was echt van, zo van, oh nee. Nee? Maar deze is ook heel leuk. En superleuk. Oh kijk, ja. Er zit meer in. Wacht even, ja. Het is een setje. Kijk. Oh. Zal ik zeggen welke ik dacht? Nee, nog niet zeggen. Oh, jij wilde zeggen welke je dacht? Ja. Ja, ik weet wel welke je dacht. Jij dacht Genie. Ja. Ja. Omdat die beker laat me echt denken aan Genie. Ja, dat is niet zo. Dat topje, maar deze is dat ook echt super. Ja, maar dat topje, dat zou me dan ook kunnen denken aan een Genie. En dit vind ik heel grappig. Een camouflagebroek, dat denk ik althans. Met zo'n kartel gerafelde onderkant. En dan een trui eromheen geknoopt. Nou, ik ben toch wel heel benieuwd, want ik weet het maar niet. Maar deze vond ik ook echt super cool. We gaan gewoon eerst accessoire doen. En deze lijkt echt best wel op Genie. En weet je al, niet zeg hoor, maar weet je hoe ze heet? Ja. En ik vind het een hele schattige naam. Is het mogelijk dat je dat al weet? Een roze peentje. Oh. En dan komt nu ons poppetje. Nee. Zal ik haar naam al Nee, nou, span er even in. Om zo te voelen heeft ze een knotje in. Is klopt dat? Waar? Ja. Dat klopt? Ja. Oké, wil je haar knotje afknip? Heel schattig. Dat komt zo, hè? Dat heeft hele donkere haartjes. Ja. Mag ik dit zeggen, omdat ze het niet gaat overmaken? Ze heeft die Genie Orbit. Oh, dat is gaaf. Zal ik haar naam zeggen? Ja. Honey Bun. Zo schattig. Honey Bun, ook een hele leuke naam. Ik heb wel de neiging om mijn oorbellen recht te trekken en dat kan volgens mij niet. Dus het is nog heel leuk. Dan trek ik ze er vanaf, maar inderdaad, het is superleuk. Ze lijkt heel erg op Genie. Maar welke club hoort ze dan bij? Ja. Oh kijk, het is een broekje die je ook echt zo als een broekje aan moet. Bij de hip-hop club. Aha, het is een coole chick. Ja. Een hele coole chick. Oh, wat leuk met die oorbellen. Oh, daar komt mijn dochter binnen. Kijk eens welke we hebben. Oh. Met oorbellen. Honey bun. Leuk, hè? Oh, wacht even hoor. En een gouden topje. We dachten dat het Genie was. Ja, we hoopten dat het Genie was, maar eigenlijk zijn we er ook heel blij mee. Kijk nou, wat schattig. En een mooie beker. En een speentje. Maar wel een heel cool speentje. Ja. Een knalroze speentje. Zo, mijn dochter van Elf is weer de kamer uit. Ik laat Honey Bun nog even heel goed zien. Ze is zo schattig. Ze is heel schattig. Ze heeft kleine sproetjes. Ze heeft groene ogen. Ze gaat aan de kant. En dan gaan we meteen de volgende bal erbij pakken. Dit is voor ons ook veel leuker uitpakken. Ja, natuurlijk willen we graag onze collectie compleet maken. Maar die kans is nu zo klein. En de kans op een nieuw poppetje uit series nummer 2. Nou, die is wel redelijk groot. Dus dat maakt het voor ons weer extra spannend, toch? Ja. Oké. Schaartje. Schaartje. Oh ja, dat is even voor het beginnetje. Ik gooi de andere bal om. Daar gaat hij. Is het de hint van de Nintendo? Dat hoop ik. Even dat ik mijn hand erop haal. Wat is dat voor een geluidje? Wat bedoel je daarmee?
Zeg het maar. Het is een hint van limited edition. Het is een hint van limited edition, yep. Ja. Maar dat, dan zou het een gouden bal moeten zijn. Ja, misschien is het een gouden bal. Maar dat zegt nog niets. Oké, nou. En laat even, is een hint. Even onze kijkers meekijken. Meeraden. Ik zie sterretjes, ik zie een duim omhoog en ik zie een diamond. En de hint is? Shine bright like a diamond. Hadden we die niet al gehad om deze hint? Nee, want toen zei ik van ja, zoals dat liedje van Rihanna. Ja, maar toen zei hint van Limited Vision is Shine Bright Like a Diamond. En toen zei je dat. Ja, en toen las ik een paar comments, hoe zeg je dat? Reacties van kijkers. Die zeiden: het is niet Rihanna, het is Rihanna. Oh. Nou, ik zei het gewoon op zijn Nederlands. Oké. Shine Bright Like a Diamond. Oké. Snap je wel dat het hint is van de Limited Edition, toch? Nou, leg eens uit. Omdat de diamanten zijn heel zeldzaam en de limited edition zijn ook heel zeldzaam. Daar zit wat in. Stickers. Stickertjes. Oh, deze zitten weer vast. Nee, ik heb ze. Nee, oh. Toch niet. Ah, alleen maar dat. Kom hier, stickertjes. Een spiegstickertje. Ik heb ze. Ja. We gaan verder. In ieder geval, volgens mij is het een... Tadaa! Volgens mij is het een... Limited edition! Is het zo? Ja. Nou, maar het is niet goud. Ja, het is wel goud. Ja. Van de andere licht gaat. Oh! Onze eerste limited edition. Ja! Van series nummer 2. Snel verder. Het is een andere kleur goud. Ja, maar dat is ook bij sommige baby's zo'n goud. Het is gewoon een hele lichte goud. Even een, ja, inderdaad, licht goud. Unbox me. Ja. We will. Hoe voelt het? Het voelt als een limited edition beker. Oh, kijk, het zakje is open. Ik wil het heel moeilijk gaan doen, maar dat hoeft niet. Hij is al open. Oeh, ik zie glitters. Het is een knalroze beker. Oeh, ik. Een ronde beker. Ik denk dat ik het weet, maar ik weet het niet heel zeker. Ik weet het niet. Maar mij maakt er niks uit. We hebben gewoon een limited edition. En we hebben nog eens niet zoveel ballen opengemaakt. Dit is bal nummer 5. Jij hebt er 2 opengemaakt. Je zus heeft er 2 opengemaakt. Dit is bal nummer... Nee, 6 dan. Want we hebben natuurlijk ook net die andere opengemaakt. Niet zoveel ballen, hoor. Nee, valt mee. Ik ben echt zo blij. Oké. Dit zijn schoentjes, kleine schoentjes. Oeh. Die uit mijn handen vallen. Dit is 1. Maar dit is het zijn van die sandalen. Dat is 2. Het zijn kleine... Ja, van die sandalen, soort van. Ja, Mary Jane schoentjes. Zo noem je dat volgens mij in Amerika. Altijd maar dan wel met een pieptoe. Altijd zeggen jullie die dingen dat ik echt helemaal niet kan. Ja, maar ja, je bent nog maar 6. Ja. Blauwe schoentjes. Bij de roze beker. Ik ben zo blij. Laatste. Weet je het al? Ja. Oh ja, je weet het al? Ja. Oh. Maar het is wel heel raar. Wat dan? Nou, dan verklap ik denk ik. Ik ben zo blij. Dit is de outfit. Oh, is dat los? Ja. Dit ben ik weg. Nee. Dit ging makkelijk. Ja. Is dit... Ja. Echt? Ja. Die wil je graag. Ja. Oh, wat super. Een glitteruitvoering. Dus, ik ga... we hebben wel echt gekregen die heel graag. Ja, klopt. Wow. Je hebt geluk. Net als je zus gisteren. Ik ga nog niet zeggen welke het is. We houden spannend even in voor de kijkers die het niet weten. Een hele kleine accessoire. Wat oh jee. Ook die trek ik eruit. Heb je? Een ketting. Een hele mooie knalroze ketting. En ik vind dat zo leuk. Past ook bij haar. Een ketting accessoire hadden we ook al eerder. Nou, dan komt nu ons limited edition. Is het wel limited edition of noem het anders? Deze was rare volgens mij. Nee, deze was ultra rare, hè? Wij noemen het. Deze was ultra rare. Oh. Nou, we gaan nog niet zeggen. Ga zo kijken. Volgens mij heet het anders. Maar goed, wij noemen het hier in huis limited edition. Het is een ultra rare. Ultra rare. Daar komt onze ultra rare. En het is... De Sailor Moon! Kijk nou naar die haartjes. Ja!
blauwe glitterhaartjes, hele mooie blauwe ogen. Ja, inderdaad van zo'n, doe me denken aan de zee. Oh, echt mooi. Wauw. En die golven. Super, ja, golven. De golven van de zee. Daar hebben ze weer heel goed over nagedacht. Blauw, golvend haar. Ik ben zo blij. Met glitters. En schoentjes, want ik dacht, waar is dat roze dan? Maar dat is ook wel leuk dat hier geen roze in zit. Ja, omdat het weer blauw is van de zee. Ik heb het goed gedaan, links en rechts. Ja, en dat matcht met haar topje. Oh, haar ketting. En haar ketting, dat is misschien een beetje lastig om maar om die te kan krijgen. Je ook maken. Of zou dat wel gaan? Even kijken. Duwen. Nee. Oh. Oh, weer niet. Ja, sorry, ze zit er alweer op. Ze moet gewoon even haar hoofd een beetje naar achteren doen. Kijk, het ging zo snel. Ze heeft er niets van gemerkt. Hoe heet ze eigenlijk? Splash Queen. Wij weten trouwens meteen dat onze Splash Queen... Dat is heel goed bij haar. Geen plaspopjes. Toch? Ja. Hij is om. Nee, nou ja, ik heb het gezien. Anders zie je daar zo'n dingetje in zitten. Ja, maar goed. Zou jij weten wat ze ik doet? Ik ga niet zeggen verder. Kijk nou. En deksel van de beker past weer precies bij haar. Staart. Ja, ja. Staart. Ja. Rok. Staart. Superleuk. We hebben beide dames nu genoeg te drinken gegeven en we gaan zo meteen ontdekken wat hun waterkrachten zijn. Maar kijk, ik wil je eerst nog even wat laten zien. Ik heb nog niet de stickertjes opgeplakt, want ik weet het nog niet. Nee. Kijk, Splash Queen, daar zie je een roze hartje bij. En als ik dan hier beneden kijk, is dat een ultra rare. En die andere is rare. En Honey Bun. Ja. Daar zie ik geen hartje bij. Dat is popular. Oh ja, popular. Dus daar zijn er popular. Meer van. Maar ik zie nergens anders een hartje. Dus het lijkt erop dat wij een hele speciale hebben. En het is ook echt Splash Queen. Dus daar zijn we natuurlijk super blij mee. We gaan nu kijken wat ze doet. Maar Honeyman is natuurlijk ook heel leeg. Ja, hij is heel schattig. Nou, eventjes voorzichtig in haar hoofdje knijpen. En wat doet Splash Queen? Ze spuugt. Ze heeft te veel water binnengekregen. Of te veel zeewier. Of te veel zeewier is een beetje misselijk van geworden. Nou, Splash Queen gaat aan de kant. En dan pakken we nu Honey Bun erbij. En Honey Bun wilde eerst niet drinken, dat lukte niet. Die was een beetje ziek. En toen hebben we haar een beetje doorgeprikt met een cocktailprikker. En toen deed ze het weer, hè? Toen kon ze wel drinken. Dan gaan we nu kijken wat ze doet. Oh, ze huilt. Ik vond het toch een beetje pijn doen. Dat prikken met die cocktailprikker. Ja, dat denk ik ook. Maar goed, het moest wel, hè. Net als bij de dokter, sommige dingen moeten dan gewoon even. Maar en daarna wordt ze weer beter. Als het weer dan ochtend weer is, dan is het allemaal weg. En dan ben je heel blij dat je het hebt gedaan. Precies. Ik heb hier een bak met ijswater. En dan gaan we eerst Splash Queen erin doen. Oh, ze verandert! Ik denk, ik zag niks, maar inderdaad... Ja, van kleur veranderen en een spiegel. Dat had ik niet verwacht. Jij? Ik dacht dat wel, want ik dacht, waarom is haar hele staart niet aan het glitteren? Dus alleen de onderkant krijgt dan van die streepjes. Strepen. Ja. Heel bijzonder. Ja, ik vind dat wel heel erg leuk, had ik niet verwacht. En dan gaan we nu Honeybun erbij pakken. Wie weet heeft die ook een verrassing voor ons. Heeft die? Heeft zij? Heeft zij, sorry. Moet het? Zo. Nee. Nee, ja? Nee. Weet je wat leuk zou zijn? Nou? Dat de oorbellen gingen veranderen. Dat zou zeker leuk zijn geweest. Als Splash Queen is afgedroogd en de staart is weer warm geworden, of in ieder geval niet meer zo koud, dan zijn de streepjes weg. En als ik dan dit ijsblokje er tegenaan hou, zie je dat de streepjes terugkomen. Maar het werkt het beste om haar dus echt even in ijskoud water te doen. Ja. Voor ons tijd om deze video nu af te sluiten. Nou, ik vraag het, maar ik weet het antwoord al. Ben je blij met je nieuwe poppetjes? Ja, heel erg blij. Heel erg blij. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden voor nu. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!